Ik raak nu al in paniek, jongens. Oh nee, ik ben het helemaal aan het verpesten. Hoi en welkom op het YouTube-kanaal van Action. Mijn naam is Christina. Misschien ken je mij wel van mijn eigen YouTube-kanaal, namelijk Christina K. En vandaag hebben we iets heel erg leuks. Ik ga namelijk een look van mezelf van een paar jaar geleden namaken. Hier zie je de hele look. Zoals je ziet heb ik hele dunne wenkbrauwen, zwarte oogschaduw. Nou, dat heb ik in 20 jaar niet meer gebruikt. En een hele lichte roze baby lipstick. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd of ik de look kan namaken. Die wel heel erg lijkt op hoe ik het toen had, maar met een twist van nu. En voor de look ga ik vandaag MAC & More make-up gebruiken. En de lijn daarvan is vernieuwd. En die heb je als het goed is al in de winkels kunnen spotten. En ben je ook benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. Abonneer je ook even op het kanaal van Action als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je geen enkele upload mist. En doe ook je duimpje omhoog als je er zin in hebt. En laten we snel gaan beginnen. Nou, ik heb mijn make-up er even afgehaald, want die ga ik er zo meteen weer even lekker op doen. Ik ga mijn foto er weer even bij halen, want ik weet even niet meer hoe ik het precies allemaal uitzag. Maar hier zie je het nogmaals in beeld. Ik zie dat ik een hele egale, goede basis heb. De foto is denk ik wat overbelicht, waardoor het lijkt dat ik geen bronzer of zo op heb. Ik weet zeker dat ik dat wel op had, maar ik gebruikte dus vroeger helemaal geen blush. Tegenwoordig gebruik ik dus echt veel meer bronzer. Mijn wenkbrauwen, wat gebeurt daar? Zwarte oogschaduw. Daarvoor ga ik dus een koolpotloodje gebruiken. En zoals je ziet heb ik een hele lichte roze lipstick. Tegenwoordig ga ik wel echt voor wat meer donkerdere kleuren. Dus ik heb ook een hele mooie roze lipstick. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Voor mijn basis ga ik de MAC & More foundation gebruiken. Ik gebruik deze in nummertje 126. En dan heb ik hier ook nog een concealer. En deze is in de kleur 110 Honey. En deze ga ik even snel erop doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de basis zit erop. En dan is het nu tijd voor de rest. En ik ga dus de bronzer erbij halen. Want vroeger was dat eigenlijk het enige wat ik op mijn gezicht droeg. Ik droeg geen blush. Dus deze. Hoe mooi deze ook is, ga ik aan de kant leggen, want dat gebruikte ik niet. En wat ik een hele fijne kwast vind voor de bronzer is deze poederkwast. Ook van de vernieuwde lijn van MAC & More. Dus ik ga lekker ruim in de bronzer. Ik ga lekker veel bronzer aanbrengen. Ondanks dat je dat niet echt goed ziet, weet ik dat ik altijd lekker veel bronzer gebruikte. Ja, tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel make-up looks op Instagram en zo. Maar vroeger keek ik gewoon tutorials op YouTube. Oké, de bronzer zit erop. En wat ik ook... Oh, recht in mijn oog. En wat ik ook heel veel gebruikte was natuurlijk een highlighter. En die ga ik meteen eventjes aanbrengen. En mijn highlighter breng ik aan met zo'n mooie wijerkwast. Ik doe lekker veel, want dat was echt die tijd van dat je highlighter echt zo hard moest shinen. Dat je het gewoon vanaf de maan kon zien. Deze is eigenlijk aardig subtiel. Maar dat willen we niet. Ik wil echt shiny, shiny, shiny. Dus, wat gaan we doen? Dan pak ik gewoon een oogschaduw. Dit is zo'n oogschaduwpaletje met 4 kleurtjes. En er zitten echt prachtige shimmerkleuren in. Ik weet dat ik vroeger ook echt 5 lagen highlighter op deed. Zo, nou, ik ben lekker aan het shinen. En dan ga ik nu door naar mijn wenkbrauwen. Ik ga nog 1 keer die foto erbij halen, want ik snap niet helemaal wat er allemaal gebeurde met mijn wenkbrauwen. Ze zijn dus echt aardig dun. Vandaag ga ik een wenkbrauwpotloodje gebruiken. En dit is in de kleur blond. En wat ik dus heel erg handig vind, is dat er dus aan de ene kant een borsteltje zit en aan de andere kant een potloodje. Dus dat ga ik even doen op de manier hoe ik het tegenwoordig zou doen. Ik ga even mijn wenkbrauwen doorborstelen. Hoe doen jullie je wenkbrauwen? Was het echt een groot verschil tussen nu en een paar jaar geleden? Want die foto is dus helemaal nog niet zo oud. Ik ben nog steeds niet zo heel goed in mijn wenkbrauwen doen. En als het gewoon lekker wild en bushy kan, dan vind ik dat veel beter. Dus ik ga heel lichtjes met mijn potlood volg ik gewoon mijn wenkbrauwhaartjes. En dat ga ik zo meteen allemaal even uitborstelen. Dan ga ik het allemaal even uitborstelen. En wat ik dus zo fijn vind aan dit potloodje, is eerst denk je van oeh, dat is echt heel heftig. Maar dan ga je het uitborstelen en dan lijkt het net hetzelfde effect als wat je met een poeder krijgt. Nou, zoals je ziet, veel bushier en wilder dan wat ik een paar jaar geleden had. Maar dit vind ik eigenlijk gewoon ook veel leuker. Oké, dan ga ik voor de ogen. En daarvoor hou ik echt een beetje mijn hart vast. Want ik ga met zwart aan het werk. En ik vraag me echt af waarom ik überhaupt zwarte oogschaduw op heb. En ik ga daarvoor een koolpotloodje gebruiken. En wat dus heel handig hieraan is, is dat je dus aan de ene kant een potloodje hebt.
En aan de andere kant een soort sponsje waarmee je dus allemaal kunt vervagen. Maar ik heb ook een gel eyeliner. En dat kan ik ook gebruiken. En dat weer uitvegen met een kwastje. En ik heb nog hier een aantal kwastjes. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ik ga gewoon beginnen met het koolpotloodje. Ik ga daarmee gewoon een lijntje neerzetten. Net boven mijn wimperrand. Zo, hij is echt aardig zwart en glijdt heel makkelijk. En dan ga ik andere kant pakken van het potloodje en dan ga ik het proberen uit te blenden. Oh mijn god. Ik pak even een kwastje. Ik raak nu al in paniek, jongens. Oh, kijk. Zo wordt het wel wat grijzer. Maar het is niet echt dat ik denk van wow, vet netjes geworden of zo. Ik denk dat ik hem moet doortrekken tot aan hier. Dus ik heb meer kleur nodig. Oh nee, ik ben het helemaal aan het verpesten. Oh, ik krijg gewoon ineens een zweetaanval hier. Oké, ik ga hem gewoon even overnemen met dat potloodje. Dat ga ik dus helemaal zo blenden. Dit is echt heel erg alsof iemand me geslagen heeft. Oh, maar dit is denk ik beter. Oké, ik ben een beetje uitgeschoten. Maar ik denk dat ik dit gewoon moet doen. Even met mijn vinger. Dat ga ik doen. Ik ga dus een beetje eyeliner toevoegen. En wat ik dus ook niet heb, is oogschaduw op mijn onderste wimperrand. En dat ga ik nu denk ik wel even doen, om het allemaal wat meer in balans te brengen. Oké, voor mijn onderste wimperrand ga ik gewoon voor een bruine kleur. Ik heb hier een soort van roodachtige bruine kleur. En die ga ik dus lichtjes aanstippen op de onderste wimperrand. Zo, en dan ga ik ook nog de eyeliner gebruiken. Ik heb hier gewoon een eyeliner met een pennetje. En ondanks dat ik dus geen eyeliner op heb in die foto, denk ik wel dat ik het tegenwoordig wel zou doen. En dan pak ik even dat sponsapplicatortje. En ik ga even in deze kleur hier. En die ga ik gebruiken voor in mijn ooghoek. Nou, als ik het zo zie, behalve deze streep hier, denk ik, oh, dit kan nog wel. Dus ik ga deze look eventjes op mijn andere oog creëren en dan kom ik zo even bij jullie terug. Oké, dan heb ik mijn andere oog gedaan en ik moet zeggen, ik vind het allemaal heel erg heftig. Heel donker, dat heb ik echt al super lang niet meer bij mezelf gezien. Vroeger, nog steeds, was ik al een heel erg groot fan van mascara. Dus dat ga ik nu ook even doen. Ik heb hier een Maximoor mascara natuurlijk. Dit is de Voluminizing Mascara. Het heeft een plastic borsteltje wat ik persoonlijk het fijnst vind om te werken. Oké, ook de mascara zit erop en dan blijft er alleen nog een lipstick over wat ik nog aan moet brengen. Je ziet in de foto dat ik echt een hele lichte soort Barbie roze lipstick op heb. En dat is iets wat ik echt nooit meer draag. Dit is de Rusty Rose lipstick. En deze is echt wel veel meer mijn ding van nu. Beetje nude-achtig. Niet zo Barbie roze, zeg maar. En ik denk ook persoonlijk dat het veel mooier gaat staan bij deze make-up look. Ik heb hier ook een matchende lippotloodje bij. Dus ik ga als eerste mijn lippen omlijnen met het potloodje. Die mascara die brokkelt af of zo. Oké, dan zit het potloodje erop. En het enige wat ik dan hoef te doen is de binnenkant in te kleuren met de lipstick. Lipstick is veel verder dan ik had verwacht. Ik vind het er echt niet uitzien. Heel heftig lookje vind ik dit. Die zwarte ogen en die roze lippen, ik weet het niet. Ik vind het heel erg intens. Even kijken, wat valt er mij nog meer op in mijn make-up look die ik had? Ja, roze lippen, check. Zwarte ogen, check. Wenkies, bronzer en highlighter. Dus dit was eigenlijk mijn hele make-up look die ik had gemaakt. Maar dan even nagecreëerd aan al 2020. Ik ga hem nog even helemaal afmaken. Ik weet niet of ik het toen al gebruikte, maar nu gebruik ik het wel. Dat is namelijk een fixing spray.
En dit gebruik ik natuurlijk zodat mijn make-up even wat beter blijft zitten. En ook zodat dat poederige look wat minder wordt. Oké, dan was dit mijn make-up look. Jongens, ik vind hem echt persoonlijk heel erg heftig. Maar het lijkt er toch echt op wat ik toen had gemaakt. Ik zou het gewoon nooit meer doen. Laat me even weten wat jullie hiervan vinden. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Vinden we dit nog leuk in 2020? Dus alle make-up producten die je vandaag in deze video hebt kunnen zien en nog veel meer ligt al in de winkels. Dat is namelijk de vernieuwde make-up lijn van Maximoor. Mocht je het nog niet hebben gedaan, abonneer je ook even op het kanaal van Action Nederland. Mocht je nog meer video's van mij willen zien, dan staan mijn eigen social media kanalen ook in de beschrijving gelinkt. Doe je duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Heel bedankt voor het kijken jongens en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!